Zo, guys. Vandaag hebben Andy en Gilles een intweetje gehouden met Lode Leijrens. Lode is de oprichter van Free Pro Players FC. Dat is een project die profvoetballers die zonder contract zitten helpen om fit te blijven en hopelijk terug een club te vinden. Hij legt uit waarom het bestaat, hoe het is ontstaan en hoe zij in de toekomst hopen te blijven bestaan. Wij zijn Coca Sport. Talkers. Lode, welkom. Dank u wel. Eerst en vooral, uh, Free Pro Players FC, we zien het onlangs een beetje in het nieuws komen. Um, jullie werken vooral met profs die uh, geen club meer hebben of geen contract niet meer hebben. Dat klopt. En uh, wat proberen jullie eigenlijk voor hen te betekenen? Well, we proberen eigenlijk een uh, fictieve profclub te zijn: dat ze het profleven, dat ze gewoon zijn, van ja. een, uh, toen ze wel nog een contract hadden, uh, laten we zeggen gewoon verder zetten. Dat ze in die mindset verder zitten, dat ze samen met mensen, profs, die. Uh, laten we zeggen, op dit moment geen contract meer hebben, ja, dat die in, dat, in die mindset kunnen blijven en zien dat ze niet alleen staan in uh, op dit moment, in misschien moeilijkere periode uh, van hun carrière. Ja, het is, het is iets moois. Uh, ik denk dat ook iets is wat nodig is, want zeker tijdens het coronatijdperk merk je dat er heel veel jongens, denk ik, uh, contracten niet verlengd zien worden. Uh, maar hoe begint je daarmee? Hoe begint je met zo'n project? Uh, ik zou willen zeggen uit verveling, maar dat klopt niet. Maar tijdens corona, een, bijna een jaar geleden, uh, had ik een nieuwe uitdaging nodig. Ik zat toen al thuis sinds de februari, -maand, dus uh, laten we zeggen een maand of acht. En heel stom, een project, een voetbalacademie aan het oprichten in het Waasland voor U13 tot U15. En ik zat in een gesprek en wij kwamen toevallig op de website terecht van uh, transfermarkt.nl. En toen bleek dat er 35 profs op dat moment, dus vorig seizoen al, zonder contract zaten in oktober. In België? Uh, uh, in België, ja. Dus ik spreek enkel over uh, Belgische nationaliteit eigenlijk. Ja. Als je in België zou zitten... Uh, als je ziet wie dat er bij ons traint vandaag. Daar zijn Amerikanen bij die in België wonen, daar zijn Afrikanen bij die in België wonen. Ging dus, puur over uh, mensen met de Belgische nationaliteit die prof af waren, waren er 35. En vanuit mijn financiële achtergrond, ik werk 20 jaar in de financiële sector, ja, leek mij dat vrij duidelijk dat corona, uh, ja, dat dat niet zomaar ging weggaan, en dat die situatie alleen maar ging verergeren. Zeg maar. En toen ben ik beginnen nadenken en met mensen beginnen praten in de voetbalwereld. Om dan tot de conclusie te komen dat er misschien wel een project in zat. Want in de ons omliggende landen is dat voorhanden. Wij staan nummer één op de FIFA-ranking ja. als België En bij ons was dat niet. Dus ben ik daar beginnen praten met mensen. En van het een is het ander gekomen. Een aantal juiste partners rond de tafel gekregen. En dan zijn we kunnen effectief starten op 1 juli jongstleden. Dus twee maanden geleden zijn we effectief gestart. En wie zijn dan de partners waarmee je samenwerkt om dit project te realiseren? Uh, degene die wij officieel mee samenwerken zijn de Pro League en Sporta, de spelersvakbond uh, op vandaag. En dan kunnen Jaco er ook bij vermelden, maar dat is vooral uh, naar ondersteuning van materiaal toe dan. Uh, en dan uiteraard mijn coach die ik heb op de kop kunnen tikken. Die toch uh, 17 jaar ervaring heeft ja. op het hoogste niveau als rechterhand van Franky Dury. Die zie ik ja. eigenlijk ook als partner in dit project. Ja. Dat, uh, absoluut. Ja, je merkt dat het iets. Het is bizar is dat het eigenlijk nog niet in België is zoals je zelf aanhoudt, want in, in het buitenland gebeurt het al. Ik heb het in Frankrijk al voor In Nederland zat, is dat heel veel, veel he? heel frequent. Allee, is dat is in samenwerkingen met, met ploegen eigenlijk. Ja, en daar zit de PFA er ook nog, ja, daar nog is meer extra. achter. Is, uh, zit de KBVB er ook achter of, de, of Voetbal Vlaanderen of een van de federaties? We hebben daarmee gepraat. Maar om dat op te starten, ik uh, had het gevoel dat men zei van dat is nice to have, we gaan dat proberen. Maar uh, het geloof was er nog niet echt dat dat echt van de grond ging komen. We ja. rekenen, wij zijn ook gestart met vier spelers de eerste training. Dus dat is niet zo evident. Naambekendheid, ik als nobody in, in de Belgische voetballerij, ja. iets opstarten, is niet zo evident. Uh, ik denk dat dat wat tijd nodig heeft om iedereen rond de tafel te krijgen en te zien dat het echt nodig is. Ik denk dan ook aan VDAB bijvoorbeeld. Want mm. En de profcontract wil zeggen dat je als profspeler in België terugvalt op een uitkering al dan niet. Dat je moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Dat je moet naar oproepen. Als ze oproepen om te solliciteren of, of opleidingen te volgen, dat je daar dient op in te gaan. Ja, ik denk dat we nog wel wat stappen te zetten hebben. Maar als we zien. Ik durf het al voorzichtig een succes noemen. We hebben al meer dan 45 spelers op bezoek gehad. Waar dat er 15 ondertussen opnieuw een profcontract getekend hebben. Ja, dan denk ik dat de tijd rijp is om in de komende maanden. Als dat misschien wat zal uitdoven. Als het een echt succes is dat we geen spelers meer hebben op training. Ja. Ja, dat dat het moment is om het volgende seizoen voor te bereiden. En om eigenlijk, mm -hmm. ja, partners rond de tafel te krijgen. Ja. De budgetten te kunnen verhogen. En echt een zeer professionele omkadering verder uit te werken. Want is er nu een voor het project of, of is dit nu eigenlijk iets dat gewoon bezig is zolang er spelers zijn ja um, met de partners hebben we afgesproken is er een akkoord voor de komende drie jaar dus de komende drie seizoenen met een proefperiode nu van de eerste zeven maanden dus van juli tot eind januari tot de tweede transferperiode zeg maar in januari daar eindigt het of er zal in oktober november gekeken worden gaan we dat effectief permanent hanteren ja. en een soort effectief profclub worden uh, met profs die eigenlijk geen prof meer zijn om wekelijks wedstrijden te blijven spelen gedurende het seizoen, of stellen we vast dat we eigenlijk te weinig trainingen of te weinig spelers hebben om te kunnen blijven trainen. Ja, we moeten ook. De trainer moet betaald zijn, de terreinen worden betaald, het materiaal moet de moeite zijn ook. Dus uh, dat wordt geëvalueerd ergens half oktober, november. Ik Denk dat we dan een duidelijke kijk zullen hebben of een duidelijk zicht zullen krijgen op is dit iets dat gans het jaar nodig is. Uh -huh. Ja, maar als ik het, het project dan eigenlijk goed versta, is de bedoeling dat alle spelers die er eigenlijk in zijn, eigenlijk weg moeten. Maar stel dat je dan in een pool komt, dat er geen spelers meer zijn, want je hebt er bijvoorbeeld nu 45 en er zijn 15 die een contract hebben. Dus Quas zijn er 30 over, zelfs ze alle 30 dan weg zijn. Mm -hmm. Hoe kun je dan voortgaan met het project? Of, of hoe? Ja. Als blijkt dat het een echt succes, succes is dat we geen spelers meer hebben, ja, dan is het zeer snel nu uh, de gesprekken opstarten om VDAB mee in het bad te trekken, uh, eventueel subsidies aan te vragen voor, voor uh, bepaalde zaken. Ik denk ook aan FIFPRO, uh, de internationale overkoepelende uh, organisatie naar, naar spelersvakbonden toe. Ik denk dat we veel kunnen leren van het buitenland ook. En als het van mij afhangt. Ja, zou ik dat graag permanent hebben, zoals in Portugal, Spanje, Frankrijk? Zeg maar. Uh, maar daar zijn we nog niet en dat kan ik niet alleen. Ik heb een fulltime job, dus daar moeten we nog de nodige ja. stappen zetten om de juiste mensen in het project te betrekken. Zeg maar. ja. En de spelers die aangetrokken worden, of de spelers die, ja, de spelers die eigenlijk mee zijn in het verhaal, uh, hoe komen zij daar een eerste keer in? Want ik denk, als speler, uh, je, je hebt geen contract meer, je hebt gewoon het gevoel van, oké, okay, ik ga met bepaalde ex-profs... profs eigenlijk, nog trainen. Maar is het met een gemoedstand van, oké, okay, ik wil echt voortgaan? Of is het meer dat, ze, dat je misschien echt mensen hebt die heel relaxed zijn en die zoiets hebben van, oké, okay, als het komt, komt het. Als het niet komt, dan is het maar zo. Ja, ik denk dat je een onderscheid moet maken tussen de start en gedurende het proces als je al een aantal weken aan het trainen bent. Mm -hmm. Mentaal, ja, er is toch wat schroom eigenlijk om de stap te zetten. Want dat geeft eigenlijk toe... Ja, ik ben op vandaag niet goed genoeg. Of men vindt mij niet goed genoeg. Of ik heb niet het geluk om de juiste club te vinden. Dus dat is een hindernis dat je over moet toegeven van... Ik heb hulp nodig. En het is leuk dat ik met collega-profs... Ja, samen kan trainen. Dat je daar iedere dag mee kunt met elkaar praten, met zaken dat gestruggeld kunnen in overleg gaan met een professionele coach. Dus, een keer dat ze bij ons zijn, dan heb je twee groepen. Dan heb je degene die misnoegd zijn. Dat ze zien dat vrienden of collega-voetballers ergens de kans krijgen een contract tekenen en dat ze zichzelf beter vinden. Of vinden van, ik heb minimum ook die kwaliteit. Dat is het eerste en dat is confronterend. Wij worden daarover aangesproken van alleen hoe kan dat? En ik niet en hij wel. Dus dat is niet evident. Dus dan Mentale is zeker een aspect uh, die we in de toekomst ook zullen moeten meenemen. Maar daarnaast, uh, als ze bij ons komen, merken degenen die content zijn. En dat zijn er heel wat op vandaag. Uh, we hebben één speler gehad uh, die ik niet nader zal noemen, die afgehaakt is. Uh, van alle spelers die bij ons op bezoek geweest zijn. Maar dan is het zeer vaak mond-aan-mond -mond reclame. Dan is het ons, kent ons. Ja. Zoals dat we daarnet een aantal voorbeelden aangehaald hebben. Die voetbalwereld is klein. Profs kennen elkaar of hebben nooit samen gespeeld. Het zij bij de jeugd, het zij er ergens op een, bij een professionele club. Die contacteren elkaar. En vanaf dat de feedback goed is: van dat zijn toptrainingen, Het is een goede trainer, een goede coach. En er worden wedstrijden gespeeld. En alles wordt voor u gedaan. Als prof, kledij is voorzien. U moet juist je schoenen meebrengen en een hand om je af te drogen. Ja, dan merkte dat dat vanzelf komt eigenlijk. Ja. En hoe ziet een gemiddelde week er dan bij jullie uit? Of een maand? Of hoeveel wedstrijden spelen jullie? En ja, um, dat is iets naar volgend jaar toe. Ik ga eerst antwoorden op uw vraag en dan ja. wat duiding ja. geven. Uh, op vandaag is het zo dat wij één wedstrijd spelen per week. En dat we voor de rest, durende de week, zeg maar, van kwart voor tien tot ja, op de middag, 12 uur. Kwart ja. na twaalf ja. dagen de oefening waar hij zich bevindt. Eh, trainen. Iedere dag opnieuw. Dus twee uur per dag, vijf keer per week. Als wij in het weekend spelen, is dat supplementair een zesde keer. Zoals vanavond spelen wij op Dessel sport. Hebben wij vanmorgen niet getraind. Eh, komt die wedstrijd in de plaats van een ja. training. Um, volgend jaar is mijn droom eigenlijk om, ay, mijn wens dat iets wat dat echt moet klaarstaan. Nu wist ik pas de week voor 1 juli, dus eind juni dat we effectief mochten opstarten en dat de partners de budgetten op, de tafel, op tafel gingen leggen zeg maar. ja. Ik zou willen weten, ik denk na de transferperiode januari februari weten veel profs dat ze niet zullen verlengd worden einde van dit jaar en er kan daar een uitzondering in zijn, maar meestal weten die dan al. Februari, maart, dat ze eind mei, juni, uh, einde contract zijn. Ja, die zou ik graag al opgeleist zien, die kan ik al contacteren. Met als gevolg dat we eigenlijk zouden kunnen opstarten direct met ons gemiddelde nu van een achttiental spelers per training. Ja. Kan ik onmiddellijk van in de voorbereiding al wedstrijden organiseren? Ja. Nu moesten wij wachten totdat wij voldoende, en een trainer wil minimum achttien spelers op training hebben ja. om te kunnen wedstrijden organiseren. Ja, hebben wij moeten wachten eigenlijk tot ik denk de eerste wedstrijd, dat dat de eerste week van augustus was. Dus zij eigenlijk al drie weken kwijt dat wel. je al oefenwedstrijden had kunnen spelen. Niet alleen voor de wedstrijd te spelen, maar ook naar visibiliteit toe. Ja. Ploegen hebben hun kernen vaak al samengesteld eh, in de loop van augustus. In juli hebben veel meer kans dat die spelers ja, sneller vastgepakt worden, ja. ontdekt worden en gevraagd worden om te gaan testen naar heel anders. Dus ook dat is iets wat ik meeneem voor volgend seizoen. Ja. De vriendschappelijke wedstrijden zijn die momenteel alleen in Vlaanderen-België? Ja. Um, we hebben een aanbod gekregen van Portugal en Dordrecht uit Nederland. Maar dat was toevallig dezelfde week nu. Uh, mm. Dus wij, allee, als wij iets toezeggen, ja. annuleren wij niet. Dus nu, op dit moment, uh, was het zo dat wij gecontacteerd zijn door twee buitenlandse ploegen, Maar het was al twee voor deze week. Ja. Dus hebben we daar moeten uh, declinen, om het zo te zeggen. Ja. Hebben we moeten uh, weigeren. Maar wel met die verstande dat dat in de toekomst zeker tot de ja. opties uh, behoort. Ja, ja ik, uh, ik hoorde u trouwens ook zeggen dat er. Uh, Belgische spelers of spelers in België. Um, ik weet nu zelf dat, er, uh, dat het gebeurt dat er jongens uit het buitenland een contract tekenen in België. Um, indien die niet-Europeaan zijn, moeten die 100.000 of tegenwoordig zelfs 200.000 per jaar verdienen. In België? Uh, in België. 85 dus het... in België, geïndexeerd. Dus dat gaat ieder jaar omhoog. Ja. Ah, Oké, okay, 85. Nu ja. Um, ja, die jongens, als die zonder contract vallen... Dan moeten die of een beroep hebben, een, een job, een inkomen hebben als die in België willen blijven. Anders moeten die naar hun eigen land terug uh, vertrekken voor een, voor een nieuwe visum dan. Mm -hmm. um, er zijn dan ook jongens die dat... Hoe zeg je het? Um, die, ja, die jongens die een job dus eigenlijk nodig hebben, zijn dat ook jongens die dat potentieel bij jullie kunnen komen? Of is het momenteel enkel... Jongens met een ja, Belgische of Europese nationaliteit die in de kern zitten? Er zijn twee Amerikanen die bij ons trainen. Ja. Ik heb nu gehoord dat er één terug de transferperiode heeft afgesloten, dus die is terug naar Amerika. De ja. andere doet vanavond nog mee. Ja. Isaac Walker die had een contract in tweede uh, nationale in Finland, als ik me niet vergis. Ja. Die traint mee. De criteria waren vrij duidelijk: ex-prof, dus uh, afgelopen seizoen een profcontract gehad hebben zeg maar, uh, bij een ploeg. Het maakt niet uit in welk land. Ze moeten wonend of langverblijvend zijn in België. Die Amerikanen ja, ja. waren hier voor langer dan drie maanden. Dat was het criterium voldaan om ja. te kunnen meetrainen met ons. En daarnaast, nationaliteit maakt eigenlijk niks uit. Alleen leert ons de ervaring dat de virtuans van deze wereld, ploegen uit 1B, niet zozeer naar niet-Europeanen gaan kijken, omdat die budgetten gewoon niet ja. voorhanden zijn om die minimum 85.000 euro ja. te gaan betalen. Dus dat, dat maakt het moeilijker, maar die zijn even welkom als Belgen. Als, maar mij maakt de nationaliteit eigenlijk niet uit. Ja. Eh, een andere vraag eigenlijk uh, is... Ik denk, ja, er zijn al bepaalde vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. Um, het niveau van de spelers die eigenlijk komen... Ja. Is, is dat, dat je soms heel stom verbaasd bent van... Oh, ik heb iemand die eigenlijk veel te goed is eigenlijk om geen contract te hebben. Of kan het ook zijn dat je echt gewoon iemand hebt van... Ja, dat is het net niet. En ik snap waarom je bijvoorbeeld in deze positie bent. Allee, hoe, hoe, hoe zie je dat eigenlijk bij, elkaar, bij, bij de spelers die je hebt? Zoals je zelf aangehaald, dat, uh, dat is dus het probleem. Het niveau die is, wat mij betreft, zeer goed. De trainer bewaakt dat ook. Als je niet ja. voldoet, ook al zij de prof uh, af, uh, laat ons zeggen, dan, dan gaan we met u het gesprek aan uh, om te zeggen: van voilà, oké, het is niet voldoende. Hè, dat hebben we al moeten doen. Uh, aan de andere kant, uh, ze hebben het profniveau gehaald, dus ze moeten wel iets kunnen. Het kan niet zijn dat je prof geweest bent en niet op een bal kunt trappen, zeg maar. Mm -hmm. Uh, maar er is een groot verschil tussen, laten we zeggen, degene waar het verschil ziet en dat hij direct weer in 1, 1A, zeg maar, of in het buitenland zelfs, uh, terug in een, in, een, in een profclub en eerst op het hoogste niveau speelt. En dan degene die bij ons uh, zelfs overweegt om in tweede amateurs, waar ik absoluut geen probleem mee heb. Maar dat je merkt dat die jongens zelf ook vaak beseffen: van het zal misschien. Op dit moment voor mij niet meer voldoende zijn. Dus ga ik beter een stap terugzetten om toch weer in het milieu ja. te zitten van wekelijks competitiewedstrijden te spelen. Mm -hmm. Dus het niveau is uitlopend, uh, uiteenlopend, zeg maar. Dat, uh zijn de leeftijden ook uiteenlopend? Of ja, is absoluut. Uh, tussen welke leeftijdsgrenzen ja. zien we dan ongeveer? Ik denk uh, U21 is, is het jongste die bij Toch? ons rondloopt. En, okay. en, en Tossel was Jelle van Damme, als ik me niet vergis, ja. met zijn 37. Taravelle heeft ook bij ons getraind, maar dacht dat hij 334 was. Joem, een van de beteren die ik, die ik zelf gezien heb ook. Uh, Arno Joem, die nog de Afrika Cup gewonnen heeft met Hugo Broos als Camerooner, heeft getekend in Limassol. Heeft ook bij ons drie, vier weken meegetraind. Dus het niveau is uiteenlopend, maar tijdens de wedstrijden of de, of de trainingen ja, hij zet het goed, de, de mix is, is goed om uh, kwalitatieve training op profniveau te kunnen, uh, te kunnen geven. Zeg maar. Je zegt zelf dat de jongste uh, U21 is, dus dan zitten er ook ja, jongeren zeg maar, bij jullie in de, in de kern, in de groep. Mm -hmm. Merk je dat daar een verschil is qua begeleiding die ze hebben meegekregen in hun ja, na-carrière? Want momenteel hebben ze geen, uh, geen profcontract. Merk je dat daar het niveau in begeleiding verschillend is? Ja, ik kan natuurlijk uh, over aparte gevallen is het moeilijk om ja, over specifieke uh, zaken te. Maar door de band genomen kun je daar niet de lijn in trekken. Ik ja. heb uh, ouders, of we hebben in ons project oudere spelers waar dat je denkt: van, allee, je zou toch wel wat begeleiding kunnen gebruiken. Ja. Je kunt over mentaliteit spreken, je kunt over puur technisch, fysisch spreken, hè, wat, wat kilo's te zwaar, zoals Eden Hazard, hè, het ja. meest bekende voorbeeld, zeg maar. Dat, dat komen wij ook tegen, natuurlijk. Dus ja. je kunt niet zozeer het onderscheid maken daarin. Alleen wat dat mij pleziert, dat is dat Renato Neto's van deze wereld, die ook bij ons meedoen, ja, dat die de jongere gasten onder hun vleugels nemen. Ja. Zowel tijdens de wedstrijd als tijdens de training. Zowel naar vervoer toe, om op training te raken, als naar begeleiding, als coaching. Ja, die, wij moeten als, als Coach of, of, of de, de trainer zelf, dan Eddie van den Bergen, uh, hoeft daar niet altijd in te grijpen door het feit dat die spelers zelfsturend werken. Dus die coachen elkaar. En dat is het leuk om te zien. Ondanks dat dat allemaal vreemden zijn voor elkaar en dat we niet tot een echte profclub behoren, hebben we wel, als je daar als buitenstaander komt naar kijken, en ik nodig je graag uit om dat eens te doen, ja, dat is de sfeer van in. In a bij wijze van spreken, ja. dat zijn echt een groep vrienden geworden die elkaar steunen en die het ja. allemaal wat moeilijk hebben dat ze zonder contract zitten. Maar dat is het leuke om te zien, dat de, de interactie tussen de spelers fantastisch ja. loopt op vandaag. Hoeveel, iets waar ik mij al lang afvraag eigenlijk, nu dat ik jullie project al even ken, is hoe dat het verloopt eigenlijk vanaf dat de speler bij jullie is tot de nieuwe club. Wordt hij aangesproken door, door de nieuwe club? Zijn er scouting? Is, zijn er zaakwaarnemers die daartussen optreden? Of doen jullie dat misschien? Dat is iets dat ik me ook al... Ja. Uh, om te beginnen bij het begin. Als een speler bij ons toekomt, die neemt contact met mij vaak via ja. Instagram of via een nummer dat ze gekregen hebben van een ja. collega-speler. Of via de coach. Maar als ze toekomen op training, uh, wij geven dus het adres wat dat voor zich spreekt: uh, de truin. De de tenues liggen klaar, de kledij ligt klaar, met een vast nummer. Dus die krijgen een vast nummer. Die weten, iedere dag speel ik met hetzelfde nummer. Een beetje door corona ingegeven. Ja, ja. Wij speelden met het idee, we gaan dat meegeven aan de speler. Uh, maar daar riskeerde, als die speler haar steken dat je dat niet meer terugziet. Dus wij, ja. alles blijft op de club. <laughs> ja, is, ja is, zonder is, te verwijten, maar die, dat risico bestaat. Ook, ja. En dat wilden we niet riskeren, omdat de budgetten niet ermaten zijn dat wij zomaar twee, drie tenues per speler kunnen uh, ja. uh, hanteren. Dus dat wordt voorzien. Dus ze vullen een fiche in. En... Met uh, coördinaten, naam, voornaam, uw exploeg, favoriete positie. Uh, ik denk dat ook bijstaat makelaar. Ze krijgen een huisreglement toegestuurd nee. waarin opgenomen is dat als de VDAB een oproep doet, dat ze verplicht zijn om erop in te gaan. Dat de training geen, uh, laten we zeggen, vrijgeleide is om te weigeren om naar VDAB nee. of RVA op gesprek te gaan. Dus dat is de eerste stap. Die beginnen te trainen. En vanaf dat er een ploeg interesse heeft, dat kan op wedstrijd zijn. Dat ze de speler rechtstreeks aanspreken. Ja. Dat kan via hun makelaar zijn. Maar hebben niet allemaal een makelaar, uh, dat zij aangesproken worden. En ik krijg ook vaak telefoons van uh, sportief directeurs die mij gewoon vragen. Wij hebben nog een 6, een 8, een 11 nodig. Kunnen mij wat namen doorgeven? Wie traint er bij ja. jullie? Uh, wie steekt er bovenuit? Kunnen die komen ja. testen? Dus uh, het is eigenlijk een allegaartje van ja. ja, invalswegen, zeg maar, om tot bij de speler te raken. Wij regelen zelf absoluut geen transfers. Wij geven de boodschap door. Ja. Het is zoals een makelaar of een ploeg mij belt, dat ik vraag aan de speler: mag ik uw nummer doorgeven? Dat is ook voor interviews zo, GDPR-gewijs ja. een GDPR stukje. Ja. Uh, ik overleg altijd met de speler als die mij het fiat geven, dan pas geef ik pas het nummer door en dan hou ik, houden wij er ons van tussen. Ja. Dus wij connecteren en voor de rest uh, hebben wij geen rol te spelen daarin. Ja, maar ik zou dan zeggen: kun je kunt niet zeggen dat toekomstgericht, dat je er wel misschien een soort van een verdienmodel of zo kan maken? Wel, het verdienmodel, voordat ik met de partners een akkoord had, en dat was pas na januari, mm -hmm. ja, vanaf oktober, vanuit mijn financiële achtergrond, mijn dagdagelijks activiteit, heb ik dat dan gezien als een start-up en hadden we daarin dat een aantal modellen op laten draaien. In samenspraak ik heb ik meer dan 50 spelers, trainers, managers geïnterviewd van wat dat een profspeler zou willen betalen om bij ons te komen trainen dagelijks. Mm -hmm. Dat kon een stukje van het verdienmodel zijn. Alleen daar stoten op het gegeven de Jelle van Dams, die een ruim gevulde carrière gehad hebben, ook financieel. Ja, die kunnen zich wat meer permitteren dan iemand die een profcontract had bij de U21 ja. van, van Union, bijvoorbeeld. Ja. Dus het is zeer moeilijk om daar een prijssetting op te doen. Maar laat dat duidelijk zijn dat daar, voordat ik de budgetten had, ik moest ze van ergens halen en ik was niet bereid en ik zou ook de toelating niet krijgen van mijn vrouw om daar zomaar geld in te pompen. <laughs> uh, laat dat duidelijk ja, zijn. Ja, dat je dan wel een model moet hebben, ja. of enkele modellen, waar dat je zegt van om toch op zijn minst kostendekkend te zijn. Mm -hmm. Na de toekomst kan ik mij moeilijk uitspreken, want op vandaag is de afspraak met de partners dat wij niks vragen van uh, kostendekkende sfeer, zeg maar. Dus uh, spelers betalen niks. Die worden gewoon gratis geserviced en zijn welkom bij ons alles wordt betaald uh, in hun plaats op mm. vandaag. Ik weet alleen niet of dat, dat op lange termijn houdbaar blijft. Maar als start-up, om te tonen dat de noodzaak van het project wel degelijk ook in België aanwezig was. Denk ik dat dat mooi was dat we alles gratis konden doen. Hoe dat we het volgend seizoen gaan doen, ja, dat zal afhangen van de budgetten en hoe professioneel dat wij de omkadering op dat moment willen uh, hanteren. Mm. Zeg, uh, Lode en Gilles, ik heb wel een kleine stelling naar jullie toe. Eigenlijk yes. echt in verband met het project. Uh, want ik vroeg me af, oké, je hebt er nu een cijfer erop geplakt, 45 spelers. Zijn er dan eigenlijk te veel spelers en te weinig profclubs in België, als ik het zo kan zeggen? Want je hebt normaal gezien 24. Ja, Op vandaag 24. 24. Ja. En ik heb zoiets van, ja, oké, okay, 45... Dat betekent dat er eigenlijk twee per club in België, per profclub ja. in België zouden kunnen zijn. Maar ja, je rekent er, mee, ja, ja, er meer, ja, Je er meer dan 70 tuurlijk. op vandaag in tuurlijk, België. Tuurlijk, maar het is, het is dat bij zich Dus ja, ik pak nu gewoon 45, maar dan heb ik zoiets van, de profclubs zijn er, zijn er gewoon veel te weinig. Want pakt in een, 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 ja, een Engeland of zo, je hebt... Ik denk tot, tot vijfde klasse dat het allemaal helemaal prof is. Klopt. Dus iedereen kan, dat kan allemaal nog gevuld worden. En hier heb je maar 24 jaar Je hebt 1A met, uh, met 16 en er met echt. Mm -hmm. Dan hebben we nog de, de reserveploegen. Dus is, eigenlijk klopt mijn stelling als ik dan zeg van, er zijn gewoon veel te weinig profclubs en te veel spelers op dit moment. Ik denk ja. zelf dat dat altijd een soort van geval gaat zijn. Want voetballer zijn is nu eenmaal een job die miljoenen, miljarden mensen ter wereld zouden willen doen. Dus je gaat sowieso in een land met maar een 25-tal prof, 24 profclubs, gaat je sowieso veel te veel jongens hebben. En als elke ploeg ook nog een jeugdploeg hebt, en die moeten allemaal spelers opleiden, dus je hebt een volledige U21-lichting die drie jaar duurt bij mijn club, dat betekent dat die drie... Dat die lichting, dus 20 jongens ongeveer, 18 naar 20 jongens, dat die allemaal over drie jaar... De stap uit u 21 moeten maken. Dus dan zijn die of prof in België, of prof in het buitenland, of profs onder contract. Dus je gaat sowieso met een gigantische toestroom, denk ik, zitten van jongeren. En dan is misschien de stelling naar u verder van uw project. Ja, ik hoop het voor u dat het, dat het blijft draaien, en dat er veel spelers kunnen blijven toekomen. Maar gaat dat dan ook niet zo zijn dat je gaat moeten zien op de tijd naar eigenlijk een ploeg, zeg maar ex-profs. Ja, Boven een bepaalde leeftijd en exports onder een bepaalde leeftijd? Of denk je wel dat dat iets is van. we gaan dan de kwaliteit gewoon verhogen en dan houden we enkel de beste van iedereen tussen 21 en, en zeg maar 35, 38? Of maar ik denk dat... Er zijn twee aspecten. Hè. Mm -hmm. uh, te veel prof Ik denk dat het niet zo zwart-wit is. Als corona ons iets geleerd heeft, of, of op zijn minst uh, uh, ons aan blootgesteld heeft, dat iets dat duidelijk geworden is, ja, dat is dat budgetten verlaagd zijn. Door het feit dat inkomens gedaald zijn. De, het logische gevolg daarvan is dat men eerder gaat kiezen om Europeanen uh, aan een contract te helpen. Ja. En, en dat is dan de positieve impact van corona, ik denk dat er ook veel meer jeugdspelers de kans gaan krijgen, ja, die zijn goedkoper. Zeker. Heb ik mij toch laten vertellen? Die zijn makkelijker doorstroombaar omdat ze de club al kennen. Je hebt dan niet zo dat er een aanpassingsperiode is. Dus dat zorgt er al voor dat de plaatsjes ja, duur zullen worden. Ja. Daarnaast zijn de kernen afgeslankt. Dus je hebt ook minder plaats per kern. Dus niet alleen de budgetten dalen, maar als gevolg dan dat de kernen kleiner worden. Niet meer driedubbel bezet in de toploegen, maar dubbel bezet, bij wijze van spreken, uh, elke positie. Ja. En daarnaast, het positieve effect dan is dat jeugdspelers de kans zullen krijgen. Dus ik zou het niet zo zwart-wit willen stellen. Mm -hmm. Ik denk wel, als je wilt vergelijken met andere landen, Frankrijk, Engeland, uh, Nederland. Ik denk dat Nederland misschien het meest voor de hand liggend is. Uh, als we ons vergelij willen vergelijken qua oppervlakte en mogelijkheid naar hoeveel profclubs houden in stand. Uh, ik hoor altijd zeggen, West-Vlaanderen bijvoorbeeld, waar ik zelf. Uh, uh, actief ben, vooral. Ja, als je ziet op een 50 kilometer afstand, hoeveel profclubs dat we daar hebben, dat is gewoon niet houdbaar om dat op lange termijn, uh, laten we zeggen, te, te blijven hanteren. Ja. Dus ik vind het een moeilijke discussie. Uh, mm -hmm. Dat is iets waar dat er veel aspecten een impact op hebben. En corona zet dit nog extra in de verf. Ik weet niet of dat er zomaar een extra model is waar dat je dat kunt vermijden. Een van de mogelijkheden in een discussie met uh, een goede vriend van mij, Tom Ruitings, de neef van uh, Bjorn El Toro ja. Ruitings mm -hmm. van Uitgeveren Leuven en Oostende vroeger. Uh, die is die twee in het project trouwens ja. ook. Um, de discussie was van: ik weet nog, als ik als kleine jongen naar het voetbal ging, dan mochten er maar, als ik me niet vergis, drie buitenlanders op, op het de belt, vuil staan. Ja, op het veld, ja. Of vandaag moet al goed kijken om drie Belgen vaak op de vuil te zien staan. Moet Misschien kan voetbal. het een denkoefening zijn om de jeugd toch. Profvoetballers' dromen te laten blijven hebben, zeg maar, of dat dat realistisch is. Ja, dat we weer naar een bepaald kwotum gaan van een maximaal aantal buitenlanders in, in, op papier, zeg maar, op de wedstrijd. Dus. Dat zou ook een impact kunnen hebben, maar als je die beslissing neemt, ja, dan creëer je direct weer een uitstroom of, of een, een prof-afzijn van buitenlandse spelers die er misschien ook al vijf of tien jaar wonen en zijn, dat je die dan weer naar buiten doet. Dus het is niet zo makkelijk om. Je doet dat en dan is het opgelost. Er zal een ganse evolutie mm -hmm. nodig zijn. En om, laten we zeggen, financieel draaiend en gezond te blijven. Ja, dan gaat er moeten een model komen waar dat je sowieso naar een, een constructie gaat van minder profclubs, denk ik. Dus nog minder, maar dan misschien beter uitgebouwd. En dan met een tweede, een tweede afdeling die dan naar amateurs gaat. Maar daar ook meer ondersteuning, waar dat de profclubs een stuk mee ondersteunen financieel dan. Hey. Ja. Er zijn nu, verschillende zaken die een impact ik hebben. Ik weet dat Belgisch voetbal hebben. is momenteel ook erg aan het veranderen. Um, momenteel is het trouwens dat we met acht voetbal België in een selectie moeten zitten van mm -hmm. 18. Dus dat zijn acht jongens die in België zijn opgeleid minstens drie jaar tussen 15 en 21. Mm -hmm. ja, die regels ik ken van buiten door, door het weer. Ja, ik niet. Mij is het onbekend. <laughs> maar, um, um, dat is nu met acht voetbal België dus van 18. Maar ik weet ook dat um, momenteel zitten we in de beloftereeks. in Elite 1. Zitten we met 12 ploegen. Uh, dus Clubbrugge, Brugge, Anderlecht-Genk, uh -huh. Gent, Antwerp, OHL Sint-Truiden. En nog drie op één dat ik nu kan komen. Nu. En die spelen eigenlijk minstens z'n twaalf voor vier plekken die in 1B uh, gaan spelen volgend jaar. Dus de eerste vier zullen dan volgend jaar in 1B aantreden. Plaatsen vijf tot en met acht spelen dan in eerste amateur. En de laatste vier die spelen eigenlijk tegen de eerste drie van Elite 2. Het is dus eigenlijk bijna een pleo systeem zo, voor de plekken in tweede amateur. Uh -huh. Dus dan zie je wel dat er meer. Jeugdwerking richting het profvoetbal is, wat denk ik wel iets positiefs is, want je gaat absoluut. jongeren eigenlijk U23-ploegen laten voetballen tegen mannen. Dus mm -hmm. dat gaat een Lierse, een Westerlo, mm -hmm. um, een Moescoen momenteel. Ja, Die gaan ja, dan ook voetballen WDM. tegen de ja. U23, zeg maar, van een Club Brugge van een anderlicht, van een Genk bijvoorbeeld. Uh, denk je dat dat wel iets goed is en dat dat ook voor jullie een gemakkelijker een in instroom kan, uh, ei, uitstroom voor jullie, maar instroom naar het profvoetbal kan teweegbrengen? Maar ik ga er inderdaad van uit. Het is sowieso een goede evolutie dat belofte teams ja, klaargestoomd worden. Jij noemt het mannen, hè, waar dat ja. ze tegen spelen. Dat ja, is inderdaad een groot verschil, verschil tussen een 17-18-jarige, fysisch dan, ja. en, en dan een, een Jelle van Damme, Taravel, de gevestigde waarden in het profvoetbal, die, ja, die op hun sterkst staan, zeg maar, ja. fysisch. Dus dat denk ik dat een zeer positieve evolutie is. Om die, en dat zien we ook in Club Next, hè, bijvoorbeeld. Club ja. Brugge die dat. Uh, ja, zeggen, De eer gehad heeft om al deel te nemen. Die hebben een gans jaar slaag gekregen. Maar als je de evolutie ziet tussen de eerste speeldag en op het einde. En als je nu de resultaten ziet. Echt 0-7. Voilà, ik denk dat dat al. We mogen het weer niet overdrijven. Maar dat dat al een indicatie kan zijn. dat dat, dat toch een impact heeft. in een gans seizoen al tussen de ja. mannen effectief aan het spelen zijn. Dus ik denk, uh, laten we zeggen, teams uh, in eerste amateurstallen en in, in 1B vind ik een zeer goede zaak persoonlijk. Ja. Wat dat de impact daarvan zal zijn op het project, ja, daar moet ik uh, iets langer over nadenken, omdat vandaag, we vandaag nog maar één situatie hebben gezien. Ja, ja, en ik zou eigenlijk één situatie twee, drie jaar moeten kunnen testen, om dat te kunnen vergelijken met een situatie zoals jij net voorschotelt, om te zien wat dat daar de instroom of de impact kan zijn. Maar laat het duidelijk zijn: wij hebben de ambitie om onszelf, onszelf overbodig te maken. Hè. Dus idealiter ja, zijn we volgend jaar niet nodig eigenlijk. Dit project is puur opgestart omdat het niet was in België. Ja. En omdat we een vangnet willen bieden naar spelers die prof willen blijven en het op vandaag niet zijn. Ja, als dat volgend jaar kan stoppen, perfect, hè? dan steken we dat in de ijskast tot op het moment dat we wel weer nodig zijn. Hè? En zou er misschien een, in plaats van in de ijskast steken een soort van andere ambitie kunnen zijn? Ik weet dat uh, in Engeland worden er vaak uh, last chance. Um trainingen en wedstrijden georganiseerd, dus van jongens die uitstromen uit het voetbal mm -hmm. en die dan wel nog, eigenlijk het project dat jullie nu zijn, zijn opgestart, die dan wel via zo'n project toch nog een profcontract kunnen verdienen. Denk je dat dat misschien een toekomstvisie zou kunnen zijn om in samenwerking met de Belgische Voetbalbond, met Voetbal Vlaanderen of met, met Sporta Sorry. inderdaad eigenlijk iets te organiseren voor de eerste uitstroom die dan wel de, de instroom terug kan maken naar andere clubs? Ja, Allee, ik denk dat we ons niet mogen vastpinnen op één bepaald model. Ik denk nee. dat we ons gewoon moeten aanpassen en een stuk al anticiperen he. nu, in, ja, in het tussenseizoen. We ja. ja. uh, moeten anticiperen op het volgende seizoen. He. Zorgen dat er vanaf dag één oefenwedstrijden gepland staan. Dat wij weten vanaf, oktober, uh, vanaf uh, februari, maart, hoeveel en welke spelers dat er zich gaan engageren om vanaf dag één al te komen trainen. En dan zien we wel waar dat we uitkomen. Maar dat kan perfect... Uh, Hey, alle modellen zijn goed. Hè. Ik weet dat u uh, daarnet verwees naar het feit dat dat nog niet bestond in het verleden. Er bestond al zoiets via Sporta, waar dat, uh, Players for Contract heette dat. Was er was een stamnummer op aangevraagd, maar die speelden enkel wedstrijden. En daar merkte u dat de profs daar niet zo happig op waren om met, ja, laten we zeggen, de jonge gasten die enthousiast waren om te kunnen komen wedstrijden spelen als prof ja dat de Wesley Songs en dergelijke van deze wereld ene eh, keer gekomen zijn naar zo'n wedstrijd om dan te stoppen dus ik denk dat ook het engagement van de spelers zal moeten blijken of dat zo'n project kan ze voor ja. slagen. maar dat we hybride zullen onszelf moeten aanpassen aan de markt ja, dat denk ik dat zowel eh, de voetbalwereld de pro league zijn maar ook wij als project ons moeten en dan kan alles hè. Ik ga je nog een voorbeeldje geven als ik mag ja. Als wij merken in oktober, november dat wij nog altijd 20 profs hebben en dat die zelf beseffen, of ook de goesting niet meer hebben om te blijven trainen en in de voetbalwereld als prof actief te zijn. Ik rijk de hand naar de arbitragewereld in België, de Frank de Bekers. Ja, misschien kan dan net de oplossing bieden op lange termijn. Dat we zeggen, profvoetbal. Misschien haal je net het niveau niet, maar misschien zijn er wel twee van onze dertig die nog rondlopen die interesse hebben om prof-scheidsrechter te worden. Ja, Dan zou ik zeer eens met Frank de Bleekeren of met iemand van Arbitrage België rond de tafel zitten om te zien of we daar geen project kunnen rondopstarten en daar ook een instroom kunnen genereren. Dan hebben we. Dan kunnen we streven naar scheidsrechters die zelf gevoetbald ja. hebben als prof. Wat men nu altijd... Ik kan niet zeker, met zekerheid zeggen dat dat de waarheid is. Maar je hoort altijd van analisten van... Ook bij de VAR zet daar iemand die zelf gevoetbald heeft en die tegelijkertijd misschien scheidsrechter wil worden. Ja, Misschien kan dat de kwaliteit van onze scheidsrechters optimaliseren. Waarmee ik niet gezegd heb dat die te laag is op vandaag. Ja. Maar als we kijken naar grote toernooien ja dan moet ik met bij. zeer veel spijt vaststellen dat we er gewoon al jaren niet bij zijn en dat is toch jammer voor een voetballand die nummer 1 op de FIFA-ranking staat dus daar ook daar kunnen we onze rol spelen denk ik als project uh -huh. uh, nu je hebt het over scheidsrechters uh, ik denk dat we in het voetbal ook vaak zien dat spelers coaches worden merken jullie dat er um, die interesse er ook is of is dat er minder uh, als je met de spelers apart praat, dan merk je, en je ziet ook in de manier waarop dat er getraind wordt, Renato Neto dat gaat een goede coach zijn. Die is nu al constant bezig met coaching. Uh -huh. Alleen, die zijn nog niet klaar om vandaag de schoenen aan de haak te hangen. Nee. Die zijn nog altijd van overtuigd van, ik kan nog altijd het niveau aan, minimum van 1b. Dus op vandaag is dat het verste van hun gedacht, ja. om al coach te worden eigenlijk. Maar dat er een aantal profielen in zitten waar dat je nu al merkt, alle company, alle NETO, uh, ik kan er alle Jelle van Damme dat die misschien uh, de juiste coach zouden kunnen zijn in de toekomst om als jeugdbegeleider in 1 A en elite uh, actief te zijn. Ja, daar ga ik toch vanuit. Alleen. Ik merk ook bij sommige uh, profvoetballers dat die, als zij zelf geen profvoetballer meer zijn, dat die echt een dego hebben uh, of zouden kunnen hebben. En er zijn er een aantal die we daarnet voor deze uitzending al besproken hebben. Ja, die zeggen nu eventjes niet meer. En dat ja. die uh, sabbatjaar nemen, een aantal maanden, verschillende jaren, dat die zeggen: Ik wil niet meer in de voetballerij blijven op vandaag. Ik ja. het nu zelf ook met een paar voetballers en je merkt wel dat er inderdaad een, een reële angst is bij voetballers die in de herfst van hun carrière zitten. En dat dat ook een. Een herinnering is van voetballers die trainer zijn geworden, dat dat wel een, een enorm zwaar ja, zwart gat is, zeg maar, waarin dat valt na je carrière. En dat is, um, denk ik, ook iets wat we vaak onderschatten, dat, er heel veel, dat die mensen eigenlijk op hun tien zijn begonnen met voetballen, met de droom om prof te worden. Ze zijn prof geworden rond 17, 18. En tot hun 35 hebben ze niks anders gekend. Dus dat is eigenlijk heel hun leven niks anders gekend dan voetballen. En dan, uh, ja, dan gebeurt het zeker dat je... Ja, in depressie is misschien veel gezicht, maar dat je ja, maar het heel veel moeilijk gaat hebben met zijn er sprongen, veel, en er zelf mee. een sprong in het onbekende misschien meer niet. Ja, het is maar ik denk dat ook de ploegen waar dat jij ook voor werkt uh, in elite, ja, dat die ook wel uh, zelf een bepaalde rol te spelen hebben. Het zijn ja, twee zaken, ofwel. Allee, je verwijst naar 17, 18 jaar als ze prof worden. Het zijn er al die is bij 50, 16 jaar, 15, 16 jaar. Vanaf 16 mogen ze zelf tekenen, als ik goed ingelicht ben. Ja. Ik denk dat we daar als, als clubs, als pro-league zijnde, als, als elite ploegen. Ja, dat we daar een belangrijke rol naar om kadering te spelen. Hebben. Dus de begeleiding, die jongens stimuleren om een diploma te halen, om een vak te leren. Ik denk dat dat zeer belangrijk ja. is. Dat, ja. dat dat ook een belangrijk aspect is van het profleven. Dat het niet alleen shotten is, maar dat het ook is van wat na het voetbal, dat ze daar al mee geconfronteerd worden. En dat is een moeilijke oefening, hè? laat dat duidelijk zijn. Zeker. Want iemand van 17 jaar die wil shotten, die wil de top bereiken. En zwijg me alsjeblieft aan werken nadien. Ik wil eerst shotten en dan zien we wel. Wat, zo, wat, zo, wat. dat is de mentaliteit dat ik aanvoel bij veel van die gasten. Maar ik denk dat we als clubs ook een belangrijke rol te spelen hebben. In veel sectoren bestaat er zoiets als een outplacementregeling. Als je contract te eind is, of je gaat in pensioen, of uh, uh, je wordt niet verlengd, laat het ons daarop houden, je prof af, dat er dan een begeleidingstraject die ja. start, die gefundeerd wordt, die gesubsidieerd wordt, die betaald wordt door de profclubs. Waardoor dat je als profvoetballer die geen profvoetballer is, ja, de kans krijgt om begeleid te worden naar ja. een nieuwe job, een nieuwe opleiding die voor u kan dienen die via, laten we zeggen, HR-mensen, ik uh, gooi allemaal wat op een psychologen, ja. mental coaches, ja, waar dat gevoel van, ja, dat is misschien wel iets voor ja. mij en ik heb daar een kortstondige opleiding van zes maanden voor nodig. En daar denk ik dat VDAB in samenspraak met clubs, die dan een outplacementregeling uh, ja, moeten bewerkstelligen en in het, in het leven roepen, want dat is er op vandaag niet, en ook de nodige funding ervoor vrijmaken. Ja, ik denk dat we hey, op dat vlak ook overheid een belangrijke rol te spelen. Hebben. Ik denk niet alleen overheid en clubs, ik denk zeker ook de federatie. Ik bedoel, het doel van de federatie is overkoepelend zijn. Ik denk dat er niemand Absolute. beter is dan bijvoorbeeld een Belgs voetbalbond om te zeggen van, vanaf nu, als je licentie wilt halen. Zijn je ook verplicht om een, een outplacement reglement te vinden, zoals dat je ja. net Dat is een zeer interessante discussie. En ik hoop uh, uitgenodigd te worden door de ProLeague om eens met alle managers van de clubs. Ik heb er al een aantal individueel ja. gesproken. Maar het, zou, het is mijn intentie om dat gesprek vlot te trekken. Uh, ja. Dat die budgetten vrijgemaakt worden. En dat hoeft niet veel te kosten per club. Zeker niet. Uh, dus er kan zeer veel. Maar iedere partner. En we hebben er een aantal genoemd, federaties, de VDAB's van deze wereld, overheid, clubs. Iedereen die het project of die outplacementregeling zou kunnen mee vlot trekken of in het leven roepen, ja, die is voor mij welkom om rond de tafel te zitten. Dat kunnen individuen zijn, dat kunnen organisaties zijn. Mensen die er kunnen bijdragen om het project wat body te geven en die effectief dat kunnen in het leven roepen, ja, die zijn wat mij betreft, en ik heb niet veel te zeggen, maar die zijn wat mij betreft welkom om het gesprek aan te gaan. Ja, Absoluut. Nu lood je vrij duidelijk over... Yes. Het project zelf zeker, ook. Zeker, zeker, enorm. Uh, het is, het is een, interessant, een enorm interessant project. Het is ook, je ziet ook dat je er echt mee bezig bent. Dat je ja. wel weet <laughs> Volgens mij voelt die liefde. Nou. Maar voelt, je, voelt, je voelt die liefde echt. Ik voel van. het gif bijna zo. Maar het is, het is goed. Ik, bedoel, ik denk dat er niks beter is dan mensen die in het voetbal zitten met een bepaalde passie. Want ik denk, we weten allemaal wel hoeveel geld dat er in het, in het buitenland en ook in het Belgisch voetbal doorheen gaat. En ik denk dat. Het belangrijkste dat er is, is dat mensen mee iets bezig zijn waar dat ze iets willen betekenen voor anderen. Of dat nu voor voetballers of voor supporters is. Dus uh, ja, echt waar respect voor wat je bent aan het doen. En Dank je wel. Hopelijk, zoals je zelf zegt, hoeft het niet meer. Maar um, ik vind het toch een heel mooi project. Um, Dank je wel. We gaan denk ik afronden hierbij. Ik denk dat we alles hebben gehad ongeveer. Um, je mocht in die camera kijken en tegen de mensen zeggen waar ze jullie kunnen vinden voor te supporteren, te steunen, um, nieuwe spelers aan te brengen. Spelers naar een club te brengen. Ik zou zeggen, doe je ding. Uh, ja, je kan ons volgen op uh, Instagram. Op de pagina van Free Pro Players FC. En ook op Facebook en op Twitter zijn wij te vinden. De website is in opbouw. Dus die, die is er nog niet. Maar ik hou jullie zeker op de hoogte. om uh, uh, effectief uh, de website uh, te vinden van zodra dat die on air is. Oké, okay, super. Enorm bedankt, Lode. En uh, hopelijk tot de volgende keer. Dan. Jullie bedankt. Yes, thank you. Thomas.